Cicero op Hogels, Schulpengraaf 83 in de IJsselmeerbundel is het hoofdstuk 7, hoofdstuk 1a. Cicero wordt in deze zaak alleen gedreven door het belang van zijn cliënt. Hij maakt er nog een beetje een nummertje van, want dat is voor de Romeinen is dat niet helemaal vanzelfsprekend. Ik heb het afgebeeld met dit dingetje, het gaat over posities. Cicero zegt van ja, weet je, ik wil eigenlijk liever een hoge positie bereiken. Dat kan ik alleen maar doen door hoge mensen aan te klagen. Hier ga ik mensen aanklagen die van lage status zijn, en Mactus en Capito, is niet in mijn belang. Maar ja, ik moet het toch doen, want ik heb nou eenmaal trouw gezworen aan Caecilia en Sextus Roscius junior. Ik moet het gewoon doen. Dat is mijn fides, mijn woord van trouw, mijn loyaliteit. Nou, hier zie je dus dan die hoge positie die men bereikt, en daar is iets mee, want bij ons modernen werd het echt iets anders dan bij de Romeinen. Dus daar moet ik even een klein uitlegje voor geven. En dat doe ik. Kijk, hier heb je datzelfde. Als je nou tegenwoordig als mens, actief maatschappelijk persoon, gelukkig wil worden, je wil iets bereiken, zoals dat heet, en dan heb ik het niet over welbevinden en met weinig geld toch goed toe kunnen, wat eigenlijk veel belangrijker is natuurlijk. Nee, ik heb het over echt maatschappelijke hoge positie bereiken. Hoe zit dat dan bij ons, de modernen? Nou, wat het belangrijkste is, is daarin status en geld. We doen altijd, geld is het belangrijkste. Hoe meer je verdient, hoe beter het is. Maar eigenlijk is geld meer een soort uitdrukkingsmanier van status. Hoe meer geld je krijgt, hoe meer status je krijgt. Je kunt een mooie auto kopen, een groot huis kopen en dan dat soort dingen. Dat is eigenlijk waar het bij ons om gaat. Vooral eigenlijk die status. En geld is een middel om status te krijgen. Bij de Romeinen is dat min of meer hetzelfde. Honor heet het dan, eer. Dat is het allerbelangrijkste, status. En dat gaat niet via geld. Dat gaat op een andere manier. Maar even over het woord honor zelf. Dat heeft eigenlijk twee betekenissen. Status zelf, hè, dat is eigenlijk hetzelfde als bij ons. Dus gewoon de hoge positie die je hebt. En daarnaast heeft het betekenis gewoon een hoge baan. Een baan van hoge status. En die banen zijn dan een consul, een praetor, een quaestor of een aedilis. Aedilis is een soort wethouder. Quaestor heeft te maken met financiën, maar ook met rechtspreken. Praetor, dat weten we. Die Fannius is de praetor, een rechter. Een hoogste baan bij de Romeinen is een consul. En die volgorde van banen, van hoge positie, deed dan ook de cursus honorum, de baan van de belangrijke banen. De baan van de banen, jawel. Nou, zo werkt het bij die Romeinen. Honor is het allerbelangrijkst. Dat gaat bij ons op deze manier. Hoe krijg je die hoge status? Vooral door verdiensten. We zijn een meritocratie, dus hoe hoger je status is, hoe meer wij denken dat je wel iets kunt. Want dat kunnen, dat je iets goed kunt, of dat je het hebt gedaan en nog steeds zult kunnen, dat geeft verdiensten en dat geeft status. Dat is verdienst, dat zijn verdiensten en dat geeft status. Sowieso, die is rijk, die kan wel wat. Echt, dat is bij ons het allerbelangrijkste. En hoe je zo die hoge status krijgt, dat komt ook vaak door een netwerk. Dat is geen beschamend woord meer tegenwoordig. Want netwerk is heel belangrijk, dat geeft iedereen toe. Maar dan moet je het wel zelf opbouwen. Dus door je contacten, door de goede mensen die je kent, om daar goed mee op te kunnen gaan. En dat kan dan via die verdiensten. Je kunt iets en dus betekent je ook iets voor een ander. Maar bouw je dat netwerk op. Maar als je erbij geholpen wordt, en dat altijd gebeurt, of eigenlijk altijd wel, door je ouders of door je familie, je positie, je hebt een plaats waar je geboren bent, et cetera, dan ga je dat nooit, nooit vertellen. Ja, nee, ik heb deze baan gekregen dankzij mijn ouders. Dat zegt niemand. Dat moet je heel erg vermijden. Doe dat niet. Ook al is het zo, niet doen. Het is altijd zo, maar verdoezel het. Dat is bij ons het idee. Bij de Romeinen niet. Honor. Dat heeft alles te maken met je familie, je gens. Het is van het grootste belang om tot een belangrijke familie te horen. De Julii, de Claudii en al dat soort mensen. De Cicerones of de Tullii, moet ik zeggen, die waren niet van hoge afkomst. En dat vond hij ook altijd heel erg vervelend, onze Cicero. Verdiensten waren wel belangrijk, maar minder, veel minder belangrijk dan bij ons. Men ging er eigenlijk vanuit dat als je op de goede familie hoort, dat dan de verdiensten vanzelf wel kwamen. Want dat heeft te maken met je bloed. Als je het goede bloed hebt, dan komen die verdiensten vanzelf. Dus dat is heel anders dan bij ons. Ook al hebben we het ook wel over genetisch voorbestemde mensen.
En dan krijg je dit, toegepast op onze vriend Cicero. Die zegt in dit verhaal, in die paragraaf 83, ja, ik zou veel en veel, veel liever mensen willen aanklagen van hoge komaf, hoge status, want dat helpt mij zelf weer meer. Dan kan ik beter netwerken, kan ik beter een goede baan krijgen. Ik wil, dat zei Cicero vaker, ik wil uiteindelijk consul worden. Hoogste ambt bereiken. Is hem ook gelukt trouwens op de leeftijd waarop het als eerste kon in die cursus honorum. Het was ontzettend knap van hem, maar dat was zijn ambitie. En dit, wat ik nu doe, die Marcus in Capito aanklagen, dat helpt mij niets in die ambitie. Ik zou het eigenlijk liever niet willen doen. Mijn cupiditas is, doe het niet. Maar hij is gebonden aan zijn belofte aan Caecilia, weet je wel, die beschermvrouw, die patroon van Sextus Roscius junior. En ook senior trouwens, waarschijnlijk. Ze hebben gewoon een lijntje met elkaar. En hij is gebonden aan zijn loyaliteit aan die twee mensen. En daarom moet hij hem verdedigen. En dus moet hij doorzetten met zijn aanval op die Marcus in Capito en Chrysogonus. Kwestie van loyaliteit, Fides, dat noemt hij ook. Hè? Als daar iemand, en dan is natuurlijk altijd de naam Sulla daarbij van belang, als hij daar iemand mee kwetst, nou ja, vooruit dan, maar dat moet dan maar. Ik wil het liever niet, dat is niet mijn cupiditas, maar ik heb nu helemaal die Fides en Fides is belangrijk. Daar komt hij ook later op terug, want die Magnus en Capito hebben geen enkele Fides. Nul, en dat is heel erg erg. Nou, dat is de achtergrond van deze paragraaf. Hier is de paragraaf zelf. Venio hunc eo, quo menon cupiditas ducit, sed fides. Daar hebben we de twee woorden. Ik kom nu op dit punt waarop niet mijn wil mij leidt, maar mijn trouw. Dus ik wil het niet, maar ik moet het wel. Mijn trouw, mijn loyaliteit. Non, si mi liberet accusare. Si is een voegwoord. Met cognitivus imperfectum is een cognitivus imperfectum. Want realis van het heden. Als het aan mij toegestaan zou zijn op dit moment om een aanklacht te voeren, te accusaren, dan zou ik accusaren veel liever andere mensen, hoger geplaatste mensen bedoelt hij. Ook accusarum is een soort van, deze keer in de hoofdzin, ook een cognitivus imperfectum, dus ook weer een irrealis. Een irrealis kan ook in de hoofdzin staan, hè, dat wat filmrijtje, wens, aansporing, twijfel, verbod. En die I is dan voor irrealis en de M is dan weer voor mogelijkheid. Maar de irrealis zit ook in de hoofdzin en ook in de bijzin, zoals we hier hebben gezien. Dan zou ik veel liever anderen aanklagen. En dit is, potus is een bijvoorbeeld paning van een comparatief. Anderen, ex quibus possem crescere. Possem, persoon voor de bijzin, quantus imperfectum. Weer, zo'n irrealis. Ex quibus, op gronden waarvan ik zou kunnen groeien. En groeien bedoelt hij de maatschappelijke ladder hoger bestijgen, opklimmen. Maar dit is zeker niet wat ik ga doen. Quod is een relatieve aansluiting, dan dat is een relativum die terugverwijst naar die vorige zin. En dat staat dan, zo'n relativum staat aan het begin van een zin, wat eigenlijk raar is, want vaak staat relativum, meestal staat hij natuurlijk achter die komma, maar nee, als hij aan het begin staat, dan is het een relatieve aansluiting en dan moet je altijd vertalen met en hij of en dit, of maar hij of maar dit, en of maar moet je aanvullen. Hier is het maar, want het is een tegenstelling. Ik zou willen groeien, maar nee, ik ga het niet doen. Zolang als, doen, voegwoord, het beide toegestaan zal zijn. Oetrovis is hier het onderwerp en beide is andere aanklagen en lage mensen aanklagen. Ik kan het nu nog doen, ik sta nog laag op de ladder. En ik, als ik hoger ben, dan kan ik dat niet meer doen. Maar nu sta ik nog steeds in die positie om het wel te doen, ook lage mensen aan te klagen. En dat ga ik uitleggen. Want, zegt hij, hij schijnt aan mij het allerbeste, amplissimus, nou wordt het deel superlatief, het allerbeste, die, quis relativum, wijst naar is, die pervenit in altiorum logum, op een hogere positie komt door zijn eigen verdiensten, sua virtute. Niet hij die opklimt door incommodum et calamitatem, schade en rampspoed van een andere mens, dus ten koste van, altiorus is een bijvoeglijke paling, genitief, moet eigenlijk blauw zijn, van een andere mens. Dat vind ik niet het allerfijnste wat er is. Dan om me zo op te klimmen, dat is niet wat ik het beste vind. Eigen verdiensten, zegt hij. En dat is natuurlijk raar eigenlijk voor de Romeinen om dat zo te noemen. Daarom noemt hij het ook speciaal. Dan, kortjes in de hoofdzin.
een kortis presens, wat firmen, wens, aansporing, bla bla bla. Hier is een aansporing. Laten wij ophouden, eindelijk eens ophouden, aliquanto. Om ea scrutari, om die dingen te onderzoeken, quae sunt inania, die er helemaal niet toe doen, die nutteloos zijn. Dat zijn natuurlijk die aanklachten van Eurycius. Ja, hij was niet geliefd bij zijn vader, bla bla bla. Dat is allemaal onzin, daar gaat het niet om. Laten we daar eindelijk eens mee ophouden. Laten we zoeken, ibi maleficum, laten we daar zoeken het kwaad, ubi et est, waar het ook is, en gevonden kan worden. Dus dat, die haat is die vader en die zoon, dat doet er niet toe. Het kwaad waar het is, daar gaan we het zoeken. Want je zult begrijpen, Eurycius, dat een gegronde aanklacht wordt aangegaan, co arguatur, even kijken in de dingen, wordt bewezen, een gegronde aanklacht wordt bewezen, door hoeveel aanwijzingen, multi suspicionibus. En dan is, staat er een aantekening dat kwam multi suspicionibus, dat kun je het beste naar voren halen. Je zult begrijpen, Eurycius, door hoeveel aanwijzingen een gegronde aanklacht wordt bewezen. Natuurlijk een dis naar Eurycius, want Eurycius heeft helemaal geen bewijzen aangedragen voor de bewering dat Junior zijn vader heeft vermoord. Dat sloeg allemaal helemaal nergens op. Nu gaan we kijken hoe het echt zit. Laten we de juiste dingen onderzoeken. Ook al zal ik niet al die dingen vertellen, ik zal ze niet allemaal één voor één uit de doeken doen, en ik zal elk ding apart heel kort Tonkam aanraken, even aandoen. Je weet natuurlijk wel, als Cicero wat zegt, dan gaat hij er juist heel diep op in. Maar hij zegt van, nee, dat wil ik liever niet, want Sulla kan dat vervelend vinden. Maar ik moet het nou eenmaal doen, dus ik ga er heel licht overheen. Niet zou ik dit immers doen, als het niet noodzakelijk zou zijn. En dit zal zijn van teken, en dan staat er in de aantekening signi hier, dat van teken moet je vertalen als een teken. Dit zal een teken zijn, een bewijs zal zijn, dat ik het tegen mijn wil indoen. En het is het aanklagen van Maximus en Capito en Chrysoconus, dit namelijk dat ik niet langer door zal gaan, per se qua, zal behandelen, niet langer zal behandelen, dan het welzijn van hem hier, dat is Junior, en mijn loyaliteit zal eisen. Dus ik ga echt er kort op in, want ik moet hem verdedigen, dat heb ik beloofd, en dat zit in mijn fides, hier is A, B, B, A, dat is een chiasme. Zo zit het in elkaar.